Mana sigaret eruit. Ik heb er een voor u medegebracht. U ziet, ik kan hem misschien het beste zo vasthouden. Er zit een inhoud in van ongeveer 0,2 gram. En het minste wat hier omheen zit, zijn al 2 vloeitjes. En dat is omdat het een hele fijne stof is die anders hieruit zou lopen. Dit is dan de bekende Libanon, waar het allemaal mee begon. Tegenwoordig veel minder in de markt, maar hij is er nog steeds. Het zijn mensen die zweren erbij. Was er nou iets dat hashgebruikers bond in die periode? Hoorde je bij elkaar? Ja, het geheim. Het geheim bond. En ook de gezamenlijk ontwikkelde paranoia en het idee van mensen sectariërs die zich beter gingen voelen. Ja, jij bent square, jij kunt niks begrijpen. Terwijl ik weet dat via andere wegen kunst en yoga en een beetje fijngevoeligheid. Zo gemiddeld kunnen wij wel zeggen dat deze sigaretten verkocht worden tegen een prijs van een Rijksdaalder. Maar we hebben ook wel prijzen meegemaakt, tot 7 gulden. De beste manier om zoiets te testen is er een klein hapje van nemen. En dan even kauwen. En dan kun je proeven of het zuiver is en waar het naar smaakt. En bij, vroeger bij de Rode Libanon, die moest dan een beetje heet zijn. Alsof er sambal in zat. Dit is lekker, want je voelt dat, je proeft dat het een beetje taaiig is. Er zit veel hars in. Ik ben jurylid en ik heb de afgelopen weken mogen genieten. Zo ontzettend veel. Allemaal eigen teelt eerst. Eigen teelt eerst. En dan hebben we dus mogen zeggen of we het lekker vonden of niet. En hoe de smaak was en de uitwerking. We hebben net een consumententest. Ja, met 11 andere juryleden. En dan je hoofd erbij in een pennetje. De uitwerking telt dubbel. En hoe het smaakt en hoe het eruit ziet. Nou, dat is een hele goeie. Het was een uitbruisende wereld. De cafeetjes, de muziek naar buiten. Het was echt naar de hoeren die daar zaten. De jenken die dus uit die Casablanca gingen met die meiden mee. Daar de hotelletjes op de grachtjes daar naar boven. Het was een bruisende, relaxte tijd. Er was ook bijna geen vechten. In de jaren 56 op Zeedijk. Toen werd het geïntroduceerd door toen was het al geïntroduceerd door Amerikanen. En die kwamen dan in de Casablanca, in de Cotton Club. Want toen had je nog die coffeeshops allemaal. En daar werd dus hash al gebruikt in heel lichte mate. En hier komen we nu langs, dat is de Casablanca. Dat was dus een jazzclub. Het was een van de weinige plekken waar levende muziek gemaakt werd. Voor de hele scene en ook voor de mensen die het gebruikten. En de mensen die het bij zich hadden, waren jazzmuzici, waren natuurlijk belangrijke figuren. Dat rokerige, existentialistische, zwarte kleding, zonnebrillen. Dat allemaal. Dat was dus de rokers scene. Je zag al jongens met sigaretjes in een bovenzak. Die waren al kant en klaar gemaakt, gedraaid al. En die werden daar verkocht voor een knakie, 2,50 gulden. En dan ging het heel subtiel en dat mocht er niemand zien. En het werd een beetje, maar je had er geen last van, niemand. En wie zijn de gebruikers? Komt voor onder artiesten. Komt voor onder jongeren. Het zijn dus vaak middelbaar of gedeeltelijk middelbaar gevormde lieden. Nou, het was een concert met een aantal Amerikaanse vrienden. En er ging een, wat naar de hand een joint zou heten, ging rond. En kwam bij mij, cowboy tobacco, just inhale. En sindsdien ben ik die cowboy. Want het tintelde en het deed me wat. En ik was in plezierig gezelschap en iedereen genoot. En het was bij wijze van spreken de vrijheid zelf. Ook omdat je dan merkt hoe beperkt ons opmerkingsvermogen vaak is. We zitten ontzettend vaak aan de oppervlakte. Het ging per volume. Dus je kocht het eigenlijk meestal zo, in een luciferdoosje. En dat is natuurlijk heel raar, omdat de kwaliteit enorm kan variëren.
maar een luciferdoosje voor een tientje. Wie bedrijven de handel hier in Amsterdam? Die beweegt zich in lieden die zelf vaak aan de zelfkant van het leven zitten. Ja. Die dus eigenlijk vele dingen doen die verboden zijn. En onder andere ook de handel in verdovende middelen. Hoe kwamen jullie eraan in die tijd? Ja, hoe komt een revolutionair leger aan de wapens? Er zijn heel veel netwerken, heel veel kleine industrietjes, heel veel mensen die van die wereld ook een bestaan maken. De tussenhandelaren, de winkeltjes, de groothandelaren. Nee, maar er waren nog geen coffeeshops, geen winkels in die tijd. Nee, maar er was wel een house dealer of iemand die langs was geweest. Er waren misschien 4 of 5 plekken waar je dan terecht kon. En dan gingen we dus of naar het huis van Simon Dee of Henk Zus. Of naar Little Lexington, het huis van Bart Hugers en waar we op Jasper Grootveld boven wonen. En daar vond je dan meestal wel wat. En ik ben dus in 1959 met VPRO televisie voor het vluchtelingenjaar naar Marokkaans dorpje aan de Algerijnse grens. En daar werden we ondergebracht bij het Rode Halve Maan. En ik... een vertrouwde geur. En ik zag er een paar oude heertjes smoken. En ik zeg, geef ze mij ook wat. Ja, kom morgen weer terug. Toen was een hele krant vol met wiet. En ik heb hem opgesloten in de kamer om het dingetje er vanaf te halen. Ik heb dat schoongemaakt en in zo'n poefje mee naar huis genomen. Ja. Nooit niemand heeft dat gevonden? Nou, ik vertel het je nu. Waarom zou het gevonden zijn? Ik bedoel, hoeveel mensen hebben niet een poefje wiet onder hun billetjes? Maar ja. Hoeveel aanhoudingen zijn er geweest in 1963? Ik heb het getal niet precies in mijn hoofd zitten, maar ik schat dit liggende tussen de 30 en de 40. Ja. En dat is, gezien het een feit dat het dus een sluikhandel is, toch bevredigend. Ik heb 6 weken in het huis van bewaring gezeten, want ik was met een meisje en ze draaide haar tasje om en daar zaten 0,16 gram marihuanaresten in. Want we hadden voor die tijd een stikje gerookt. Hoe groot is het aantal gebruikers ongeveer hier in Amsterdam, denkt u? Wel, als je dan die schat dat op enige honderden. Dit is een moeilijk te bepalen getal, omdat wij nooit voor de feiten, maar altijd achter de feiten aanlopen. En er zijn er natuurlijk een aantal gebruikers die wij niet kennen. Ik vertel het verhaal van de Cotton Club op de Nieuwmarkt. En dat was een samenkomst, een kroeg van Surinaamse jongens. En wij hoorden al gauw dat daar gehandeld werd in marihuana. Nou, dus dat wordt eens een keer bekijken en nog eens een keer bekijken. Nou, op een gegeven moment komt er een jongen uit en zegt, nou, dit maar eens even kijken of hij wat bij zich heeft. Nou, even van de kroeg af laten lopen, op afstand gepakt, 12 marihuana sigaretten. Nou, daar moet je tegenwoordig over praten, zeg, dan lachen ze je uit. Nou, naar het bureau, officier van justitie gebeld, voorgeleid, voor de rechtbank, 12 maanden lik. 12 maanden voor 12 een maand sigaretten. Voor een sigaretje. Wij hebben heel weekenden op straat gelegen, onderzoeken, kijken, observeren, voor 25 kilo hasjes. Nou, als je dat in deze tijd zegt, ja. Dan zeg je, je bent stapel gek. En dan werd er dus wat gerookt en dan werd er even later de politie opgebeld en gezegd van, in dat huis, daar is marihuana. En... dan zorgden we natuurlijk dat er niks meer was. Maar dan werd er wel wat astma-check of wat kattenbrood in folie hier of daar verstopt onder een divan. Nou, en dan een paar minuten later, ring, politie aan de deur. Binnen trokken revolvers, herinner ik me. Grote zaklantaarns. Nou, wij zaten daar dan wat zweverig te kijken. En dan tot ze op een gegeven moment hadden van, hey, we hebben het gevonden. En dan kreeg je dus punten. Er was ook een kaart van de stad waar dan 2 of 3 of 4 huizen op getekend stonden. En dan kreeg je punten en dan een soort ganzenborden met de politie. Een beetje dollen met de dienders. Ergens midden jaren 60 in de sfeer van Robert Jasper Grootveld en Bart Hugers, die u net al hoorde noemen. Kortom, van Provo. Een ludieke actie van de gebruikers in het veilige besef dat het gelijk in wezen aan hun kant lag. Want het mocht dan wel niet mogen, hars. Ze wisten beter dan wie ook hoe weinig kwaad het kon. Deskundigen begonnen dat ook schoorvoetend toe te geven. Maar de politie had daar weinig mee te maken. Er bestond een wet, die moest gehandhaafd en daar waren zij voor, dus ze gingen aan de slag.
De narcotica-brigade, die in Amsterdam in 1965 wel geteld 2 leden had, werd uitgebreid tot 3, 4, 5, 6. Alleen het aantal gebruikers breidde zich minstens zo snel uit. Zeker vanaf het moment, eind jaren 60, dat de hippies opkwamen. De hippies op zich waren gewone, fijne, leuke, jonge mensen. Ik denk dat er nog filmpjes zijn waar hippie meisjes bloemetjes uitdeelden. Als je dat nu in deze tijd plaatst, waar iedereen als hij met zijn ogen knippert een klap op zijn kanus krijgt, hè, om het maar heel plat te zeggen, vind ik dat wij nu nog veel kunnen leren van de gemoedelijkheid van die tijd. Maar dacht u dat toen ook zo? Nee, dat dacht ik toen niet. Natuurlijk niet. Maar een tegenstander. Wij waren tegenstander omdat de opiumwet van 1919 zei dat het bezit en het verhandelen hebben en handel in softdrugs verboden was. En dat wij overtuigd waren van het feit dat die ook nog gevaarlijk was voor de jeugd. Dit is een pakje hashish dat ongeveer 1000 gulden waard is. De recherche van Velsen heeft 261 van deze pakjes gevonden in een auto en dat betekent ongeveer een waarde van ruim 260.000 gulden. Wat zou er gebeurd zijn, meneer De Jong, wanneer deze hashish in Amsterdam was terechtgekomen? We moeten helaas aannemen dat al een deel in de sluikhandel in Amsterdam is terechtgekomen, voor zover we weten. En dat weten we dan hoofdzakelijk van onze Amsterdamse collega's. Er wordt deze hashish afgezet aan een verkoper die het weer onderverdeelt in kleine porties, grammen, 10 grammen, 15 grammen. En dan wordt het weer afgezet aan de verbruikers van deze hashish. En als het dan uiteindelijk zo'n plak verkocht is, dan kan er wel een bedrag van 10.000 gulden mee gemoeid zijn. De melkweglater en Fantasio op de Presenderkade hadden we. En daar gingen wij regelmatig. De narcotica-brigade toen met 6 man. Gingen wij daar, nou wij doen het populair, even een kijkje nemen daar. En daar, nou ja, daar werd volop gebloot. En er werden ook aanhoudingen verricht. En zelfs in het Vondelpark. Dan ging de officier van justitie ging mee. Het halve Vondelpark werd afgezet. En er werden mensen aan de kleding onderzocht. En wie hasbijzigheid werd afgevoerd naar de Obero. Libanon rood 3,75, Libanon geel uitverkocht, Afghanistan 4,60, Pakistan 4,30, Citral 4,45, India Tempel 4,25. En dit waren dan weer de maximale richtprijzen per gram, zodat de consument van cannabisproducten weet waar hij aan toe is. Wij waren razend. Maar dat was natuurlijk, wij de bestrijders van het gevaarlijke doop waren razend dat meneer Koos Bart de beursbericht door aangaf. Als regisseur verdovende middelen komt het vreemd over. Dat er in het openbaar gezegd wordt, nou, de Libanon kost zoveel en de Nepal kost zoveel. Nou, zit hij op slot natuurlijk. Ik heb er dan zitten peuteren net, meneer De Moor. Kun je even houden? Ja. Zo moet je het. Ja. En dit was voor de ambtenaar heel eenvoudig, want men maakte deze koffer open en de pakjes hashish lagen er open en bloot in. 30 kilo? 30 kilo. Rekent u nog eens even uit? 5 maal 30.000 gram is 150.000 gulden. Alsjeblieft. Kijk, de allereerste grote vangst was in de Noorderstraat, was 34 kilo hash, Nepal hash, 34 kilo. Daarvoor hadden we nood. Ja, een kilo, anderhalve kilo, maar toen in één keer 34 kilo. En wat dacht u toen? Nou, ja, een wegtrekker. Ja, een wegtrekker. De commissaris kwam van huis en die sjouwde persoonlijk de koffer hashis naar beneden. Ja, 34 kilo. En het was in de tijd, want dat is er ook nog een lakoniek verhaaltje, was het, nou jongens, een kilo hashis, de commissaris geeft een borreltje. Maar toen kwam hij met 34 kilo binnen en zei, ja, nou schaak hem mee uit. Want het werd te duur. 34 kilo en niet eens meer een neutje. Er werd steeds meer gevangen, maar steeds minder gevierd. Want er viel eenvoudig niet meer tegen op te rechercheren. Rond 1970 begonnen daardoor ook onder agenten door te dringen dat het anders moest met het vervolgingsbeleid. En misschien kun je die ommekeer zelfs wel precies dateren. Op 26 tot en met 28 juni 1970. Het festival van Kralingen. De moeder van alle popfestivals in ons land. Het Woodstock van de Lage Landen. De politie kon wel raden dat er daar gebloot zou worden. En besloot na overleg met de burgemeester tot iets nieuws. Er zou niet ingegrepen worden, maar alleen geobserveerd.
Gewoon om eens te zien hoe het nou eigenlijk toeging bij die hippies. Go ask Alice, I think she'll know. In logic and proportion, have fallen sloppy dead. Ik was hier aan het werk. Want ik werkte toen bij de politie als jonge inspecteur. En ik was dus met een club, ik dacht van 12 man. Wat we nu zouden zeggen, undercover. Dus in burger. Wij liepen er hier rond als Alice in Wonderland. Zo van, wat is dit? Dit hadden we nog nooit meegemaakt. En zul je zeggen, wat dan? Nou, niet alleen zoveel mensen, maar ook de uitdossing. Hè, de, toch alles bij elkaar, allemaal de hippies uit Nederland. En dan natuurlijk het gebruik van drugs, wat wij dus van dichtbij nog nooit hadden gezien. Ik denk dat dat een van de eerste keren was, in mijn beleving de eerste keer, dat er publiekelijk of in het openbaar drugs verkocht werden en gebruikt werden uiteraard. Er werd overal gebloot. Dat kon je ook goed ruiken in die bossen, dat blijft hangen. Het was fantastisch weer in dat weekend. Maar laten we zeggen dat je dus dat kon kopen en dat was ook georganiseerd min of meer. Dat constateerden wij, er was een straatje, je had overal van die asfaltstraatjes. En daar zaten dus de verkopers gewoon als op een markt zo naast elkaar. He, dus een mooi persisch kleedje, je kent het wel. En een brok hash en een mes en een kaars, een mooie grote kaars erbij. En nou, daar liep het volk langs en dan kon je gewoon hash kopen. Wij hadden iets aarzelends in die dagen. Wij moesten een omslag maken naar gedogen. En dan zul je zeggen, hebben jullie gedoogd? Nee, wij hebben gerapporteerd. We hebben gezegd, jongens, dit moet je zo laten. Want als we hier met de politie ingaan, dat zou ook een alternatief geweest zijn. Dat je zegt, jongens, dat kan toch niet in het openbaar hash verkopen. Daar moet een einde aan komen. Ja, want het was strafbaar. Had u eigenlijk niet moeten ingrijpen? Dat was dus een vraag. En dat is dus niet gebeurd, dus er is wel overleg over geweest. En daar is het risico van ingrijpen in een massa van 90.000 mensen, die een good time hadden, zou ik maar zeggen, tegenover het handhaven van de wet. Dat is afgewogen, dat risico is afgewogen. En daar is toen gezegd van, nou oké, laat maar gaan. Het is afgehekt, het is besloten. Het is veel te groot, een veel te groot risico als je daarin zou gaan. Begin jaren 70 komt er nog een belangrijk argument bij dat voor gedogen pleit. Er raakt een drug in omloop die cannabis tot kinderspel maakt. Heroïne. De overtuiging van de centrale overheid was, wij moeten een onderscheid gaan maken, en dat is ook heel nadrukkelijk gedaan, tussen die softdrugs en die harddrugs. Vond u dat een goede zaak? Van een buitengewone goede zaak. Waarom? Omdat er toch een bepaalde vorm van gedoogheid zat. Men moest wel wat humaan omgaan met het fenomeen softdrugs, omdat die harddrugs zo sterk in de markt lagen. Is mijn overtuiging van het feit dat dat de reden is geweest. Daarbij kwam is het dan wel natuurlijk dat het onzinnig is dat je voor 10 kilo heroïne en 10 kilo hash in de sfeer van de oude wet allebei dezelfde straf kon krijgen. Nee, want er stond alle twee 4 jaar gevangenisstraf op. Ja. Eén ding was zeker, dat de risico's verbonden aan het gebruik van hennepproducten, van cannabis, van hash, dat die geringer waren dan risico's productie van opiaten en van alcohol. I'm just mad about saffron. En dan is de volgende stap nog maar heel klein. Daar is de koffieshop. In 1972 richt Wernhard Bruining met een aantal vrienden in Amsterdam de Mellow Yellow op, vernoemd naar het liedje van Donovan. Hash wordt gewoon verkrijgbaar in de winkel. Zoals je de bounties doet, je gaat naar de macro en je koopt een doos en die verkoop je stukjes van een gulden. Wij gingen naar een dealer die heette Caesar, daar kocht je een pond of een kilo en dat sneed je in stukjes van 10 gulden, 25 gulden. En wij dachten, dan zijn we er klaar mee. Die koffieshop die heette de Mellow Yellow, die zat er vanaf 72. Dat zegt die naam u? Zeg maar niks. Mij niet. En waar zat die dan? In de Weesperzijn.
Ja, ja. Nou, daar hebben we dan weinig actie op gehad, hoor. Soms kwamen we ook wel bij commerciële jongens, zoals wij Klaas en Klaas Bruinsma en Thea. Die zaten bij ons om de hoek in de Blaasjesstraat. En daar kwamen we dan ook wel eens over de vloer. En dat was, toen waren ze nog een aardig stelletje vrienden, die heel losjes met de zaken omgingen. Klaas heeft ook een paar keer bij mij aan huis nog aangeleverd. Dan kwamen ze uit Antwerpen in een oude BMW. Die echt helemaal met een kofferbak vol, zodat de uitlaat wat over straat schuurde. En er werd er op straat gezegd van, oh, hoeveel moest je ook alweer hebben? 10 kilo? Oh ja, dat is nou hier een doosje en nog een doosje. En dan, nou, dan kwam je, ging je thuis nawegen en dan bleek ieder plakje van een pond bleek, bijna 6 ons te zijn. En dan belde je op en dan zei je van, goh Klaas, het is geen 10 kilo, maar 11 kilo. Wat doen we eraan? En dan was het, ah joh, laat me zitten. En dat is Jan Massel. En het ging allemaal heel relaxed. Dan pakken we jongens in de Pontanenstraat met 450 kilo marihuana. 450 kilo marihuana. En dan bel je de dienstdoende officier van justitie. En die zegt dan, is de man getrouwd? Ja meneer. Heeft hij kinderen? Ja, 2 kinderen. Nou, stuurt u hem dan maar weg. Ik zeg, wat zegt u? Hij zegt, ja, bent u bang dat hij wegloopt? Ik vervolg hem wel. Ja, dan krijg je natuurlijk, ja, maar daar ben je ook naartoe gegroeid, hè? Maar dan denk je, als je het dan gaat bekijken, denk je, ja, heel langzamerhand worden we een klein beetje gek. En weet je wat daar zo moeilijk was? Wij gingen later veel naar het buitenland. Ja, ik had dan veel Duitsland, Arie zat een beetje in de Zweedse, Noorse kant. En dan, om dat uit te leggen aan buitenlandse collega's. Want als je in Duitsland met 450 kilo marihuana gepakt werd in die tijd, kon je hem 12 jaar schudden. Hoe waren de reacties in het buitenland op dit festival? Ja, vol ongeloof natuurlijk. Ik herinner me dat ze dus zaten te kijken naar Rotterdam van wat gebeurt daar. Kwam een brief uit Zwitserland, uit Zürich, van de politie daar, aan de politie Rotterdam. Van vertel ons alsjeblieft dat het niet waar is, want we lezen hier in de krant dat er bij jullie openlijk hash verkocht wordt. Nou, en toen hebben we dus teruggeschreven dat het inderdaad zo was. En, maar de mensen buiten Nederland, die konden dat niet geloven. Het verschil in de buitenlanden, met name Zweden en ook in Duitsland en natuurlijk de Verenigde Staten, stonden er grote bezwaren tegen zo'n manier van bekijken. Het ging te ver in de ogen van sommige van die buitenlanden. En toen was er een nieuwe oliecrisis in Nederland. Omdat 73? Omdat er door de Arabische Staten een typisch olieboycott tegen Nederland was ingesteld vanwege de Nederlandse positie ten opzichte van Israël. En toen zei Buitenlandse Zaken en Economische Zaken, ja, maar we kunnen niet zo ver afwijken van wat sommige van die andere landen willen, want die hebben we nodig om dat olieboycott te breken. En toen werd dat compromis gemaakt, dan gaan we dus met de hennep onze eigen weg. En dan zeggen we dat we in die andere stoffen, zoals de heroïne, dat we daar het gewone beleid zullen volgen. Wat vindt u er nou van dat je zo ongeveer overal in Nederland gewoon koffieshops kan inlopen en hasjes kan kopen? Ik lig er niet wakker van. Maar ik denk wel, ja, waar zijn we er al die jaren mee bezig geweest? Maar ik ben niet teleurgesteld hoor, beslist niet, nee. Volgende zaak. Dus uit dat rapport van 1970. En dat gaat dus als volgt. Dat het hier hashish en marihuana betrof, was onder andere op te maken uit het feit dat men een zeer speciale manier van klaarmaken had, bijna ritueel. Men behandelde de stuf alsof het diamant was. Geen kruimeltje mocht verloren gaan. De benodigdheden kwamen vaak uit een speciaal buideltje. De sigaretten worden aan het einde dichtgedraaid en gingen dikwijls de kring rond. Vooral 's avonds kreeg men de indruk in een nomadenstam verzeild geraakt te zijn, waar rond het kampvuur en als zodanig herkenbare hasjespijp met kostbare stuf rondging. Ja, dat is mooi. Hè? De pijp. Meer tegen op te rechercheren.
Rond 1970 begon het daardoor ook onder agenten door te dringen dat het anders moest met het vervolgingsbeleid. En misschien kun je die ommekeer zelfs wel precies dateren. Op 26 tot en met 28 juni 1970. Het festival van Kralingen. De moeder van alle popfestivals in ons land. Het Woodstock van de Lage Landen. De politie kon wel raden dat er daar gebloot zou worden. En besloot na overleg met de burgemeester tot iets nieuws. Er zou niet ingegrepen worden, maar alleen geobserveerd. Gewoon om eens te zien hoe het nou eigenlijk toeging bij die hippies. Go ask Alice, I think she'll know. In logic and proportion have fallen sloppy dead. Ik was hier aan het werk. Want ik werkte toen bij de politie als jonge inspecteur. En ik was dus met een club, ik dacht van 12 man. Wat we nu zouden zeggen undercover, dus in burger. Wij liepen er hier rond als Alice in Wonderland. Zo van, wat is dit? Dit hadden we nog nooit meegemaakt. En zul je zeggen, wat dan? Nou, niet alleen zoveel mensen, maar ook de uitdossing. Toch alles bij elkaar, allemaal de hippies uit Nederland. En dan natuurlijk het gebruik van drugs, wat wij dus van dichtbij nog nooit hadden gezien. Ik denk dat dat een van de eerste keren was, in mijn beleving de eerste keer, dat er publiekelijk of in het openbaar drugs verkocht werden en gebruikt werden uiteraard. Er werd overal gebloot. Dat kon je ook goed ruiken in die bossen, dat blijft hangen. Het was fantastisch weer in dat weekend. Maar laten we zeggen dat je dus dat kon kopen en dat was ook georganiseerd min of meer. Dat constateerden wij, er was een straatje, je had overal van die asfaltstraatjes. En daar zaten dus de verkopers gewoon als op een markt zo naast elkaar. He, dus een mooi Persisch kleedje, je kent het wel. En een brok hash en een mes en een kaars, een mooie grote kaars erbij. En nou, daar liep het volk langs en dan kon je gewoon hash kopen. Wij hadden iets aarzelends in die dagen. Wij moesten een omslag maken naar gedogen. En dan zul je zeggen, hebben jullie gedoogd? Nee, wij hebben gerapporteerd. We hebben gezegd, jongens, dit moet je zo laten. Want als we hier met de politie ingaan, dat zou ook een alternatief geweest zijn. Dat je zegt, jongens, dat kan toch niet in het openbaar hash verkopen. Daar moet een einde aan komen. Ja, want het was strafbaar. Had u eigenlijk niet moeten ingrijpen? Dat was dus een vraag. En dat is dus niet gebeurd, dus er is wel overleg over geweest. En daar is het risico van ingrijpen in een massa van 90.000. Merkingsvermogen vaak is. We zitten ontzettend vaak in de oppervlakte. Het ging per volume. Dus je kocht het eigenlijk meestal zo, in een luciferdoosje. En dat is natuurlijk heel raar, omdat de kwaliteit enorm kan variëren. Maar een luciferdoosje voor een tientje. Wie bedrijven de handel hier in Amsterdam? Beweegt zich in lieden die zelf vaak aan de zelfkant van het leven zitten. Ja. Die dus eigenlijk vele dingen doen die verboden zijn. En onder andere ook de handel in verdovende middelen. Hoe kwamen jullie eraan in die tijd? Ja. Hoe komt een revolutionair leger aan de wapens? Er zijn heel veel netwerken, heel veel kleine industrietjes, heel veel mensen die van die wereld ook een bestaan maken. De tussenhandelaren, de winkeltjes, de groothandelaren. Nee, maar er waren nog geen coffeeshops, geen winkels in die tijd. Nee, maar er was wel een house dealer of iemand die langs was geweest. Er waren misschien 4 of 5 plekken waar je dan terecht kon. En dan gingen we dus of naar het huis van Simon Die of Henk Zus. Of naar Little Lexington, het huis van Bart Hugers en waar we op Jasper Grootveld boven wonen. En daar vond je dan meestal wel wat. En ik ben dus in 1959 met VPRO televisie voor het vluchtelingenjaar naar Marokkaans dorpje aan de Algerijnse grens. En daar werden we ondergebracht bij het Rode Halve Maan. En een vertrouwde geur. En ik zag er een paar oude heertjes smoken. En ik zeg, geef ze mij ook wat. Ja, kom morgen maar terug. Toen was ik een hele krant vol met wiet. En ik heb hem opgesloten in de kamer om het dingetje er vanaf te halen. Ik heb dat schoongemaakt en in zo'n poefje mee naar huis genomen. Ja. Nooit niemand heeft dat gevonden? Nou, ik vertel het je nu. Nee, waarom zou het gevonden zijn? Ik bedoel, hoeveel mensen hebben niet een poefje wiet onder hun billetjes?
Maar, ja. Hoeveel aanhoudingen zijn er geweest in 1963? Ik heb het getal niet precies in mijn hoofd zitten, maar ik schat dit liggende tussen de 30 en de 40. Ja. En dat is, gezien het een feit dat het dus een sluikhandel is, toch bevredigend. Ik heb zes weken in het huis van bewaring gezeten, want ik was met een meisje en ze draaide haar tasje om en daar zaten 0,16 gram marihuana-resten in. Want we hadden voor die tijd een stukje gerookt. Hoe groot is het aantal gebruikers ongeveer hier in Amsterdam, denkt u? Wel, als je dan schat dat op enige honderden. Ja. Enige honderden. Dit is een moeilijk te bepalen getal. Omdat wij nooit voor de feiten, maar altijd achter de feiten aanlopen. En er zijn er natuurlijk een aantal gebruikers die wij niet kennen. Ik vertel het verhaal van de Cotton Club op de Nieuwmarkt. En dat was een samenkomst, een kroeg van Surinaamse jongens. En wij hoorden al gauw dat daar gehandeld werd in marihuana. Met je ogen knippert en klap op je kanus krijgt, hè, om het maar heel plat te zeggen, vind ik dat wij nu nog veel kunnen leren van de gemoedelijkheid van die tijd. Maar dacht u dat toen ook zo? Nee, dat dacht ik toen niet. Natuurlijk niet. Maar een tegenstander. Wij waren tegenstander omdat de Opiumwet van 1919 zei dat het bezit en het verhandelen hebben en handel in softdrugs verboden was. En dat wij overtuigd waren van het feit dat die ook nog gevaarlijk was voor de jeugd. Dit is een pakje hashis dat ongeveer 1000 gulden waard is. De recherche van Velsen heeft 261 van deze pakjes gevonden in een auto en dat betekent ongeveer een waarde van ruim 260.000 gulden. Wat zou er gebeurd zijn, meneer De Jong, wanneer deze hashis in Amsterdam was terechtgekomen? We moeten helaas aannemen dat al een deel in de sluikhandel in Amsterdam is terechtgekomen. Voor zover we weten, en dat weten we dan hoofdzakelijk van onze Amsterdamse collega's, wordt deze hashis afgezet aan een verkoper die het weer onderverdeelt in kleine porties, grammen, 10 grammen, 15 grammen. En dan wordt het weer afgezet aan de verbruikers van deze hashis. En als het dan uiteindelijk zo'n plak verkocht is, dan kan er wel een bedrag van 10.000 gulden mee gemoeid zijn. De Melkwegwater en Fantasio op de Presenderkade hadden we. En daar gingen wij regelmatig. De narcotica-brigade, toen met 6 man, gingen wij daar. Nou, wij doen het populair, even een kijkje nemen daar. En daar, nou ja, daar werd volop gebouwd en er werden ook aanhoudingen verricht. En zelfs in het Vondelpark. Dan ging de officier van justitie ging mee. Een halve Vondelpark werd afgezet. En er werden mensen aan de kleding onderzocht. En wie hasbijzigheid werd afgevoerd naar de Obero. Libanon rood 3,75, Libanon geel uitverkocht, Afghanistan 4,60, Pakistan 4,30, Citral 4,45, India Tempel 4,25. En dit waren dan weer de maximale richtprijzen per gram, zodat de consument van cannabisproducten weet waar hij aan toe is. Wij waren razend. Maar dat was natuurlijk, wij de bestrijders van het gevaarlijke doop waren razend dat meneer Koos Bart de beursbericht door aangaf. Als regisseur verdovende middelen komt het vreemd over. Dat er in het openbaar gezegd wordt, nou ja, de Libanon kost zoveel en de Nepal kost zoveel. Nou, zit hij op slot natuurlijk. Ik heb er dan zitten peuteren net, meneer De Moor. Kun je even houden? Ja. Zo moet je het. Ja. En dit was voor de ambtenaar heel eenvoudig, want men maakte deze koffer open en de pakjes hashis lagen er open en bloot in. 30 kilo. 30 kilo. Rekent u nog eens even uit. 5 maal 30.000 gram is 150.000 gulden. Alsjeblieft. Kijk, de allereerste grootte van. Nou ja, daar werd volop gebloot en er werden ook aanhoudingen verricht. En zelfs in het Vondelpark. Dan ging de officier van justitie ging mee, een halve Vondelpark werd afgezet. En er werden mensen aan de kleding onderzocht. En wie hasbijzigheid werd afgevoerd naar de Obero. Libanon rood 3,75, Libanon geel uitverkocht, Afghanistan 4,60, Pakistan 4,30, Citral 4,45, India Tempel 4,25. En dit waren dan weer de maximale richtprijzen per gram, zodat de consument van cannabisproducten weet waar hij aan toe is. Wij waren razend. Maar dat was natuurlijk, wij de bestrijders van het gevaarlijke doop waren razend dat meneer Koos Bart de beursbericht door aangaf. Als regisseur verdovende middelen komt het vreemd over. Dat er in het openbaar gezegd wordt, nou ja, de Libanon kost zoveel en de Nepal kost zoveel. Nou,
zit hij op slot natuurlijk. Ik heb er dan zitten peuteren net, meneer De Moor. Kun je even houden? Ja. Zo moet je. Ja. En dit was voor de ambtenaar heel eenvoudig, want men maakte deze koffer open en de pakjes hasjes lagen er open en bloot in. 30 kilo. 30 kilo. Rekent u nog eens even uit. 5 maal 30.000 gram is 150.000 gulden. Alsjeblieft. Kijk, de allereerste grote vangst, was in de Noorderstraat, was 34 kilo has, Nepalhas. 34 kilo. Daarvoor hadden we nood. Ja, een kilo, anderhalve kilo, maar toen in één keer 34 kilo. En wat dacht u toen? Nou, een wegtrekker. Ja, een wegtrekker. De commissaris kwam van huis en die sjouwde persoonlijk de koffer huisjes naar beneden. Ja, 34 kilo. En het was in de tijd, want dat is er ook nog een lakoniek verhaaltje, was het, nou jongens, een kilo huisjes, de commissaris geeft een borreltje. Maar toen kwam we met 34 kilo binnen en zei, ja, nou schaak hem uit. Want het werd te duur. 34 kilo en niet eens meer een neutje. Er werd steeds meer gevangen, maar steeds minder gevierd. Want er viel eenvoudig niet meer tegen op te rechercheren. Rond 1970 begon het daardoor ook onder agenten door te dringen dat het anders moest met het vervolgingsbeleid. En misschien kun je die ommekeer zelfs wel precies dateren. Op 26 tot en met 28 juni 1970. Het festival van Kralingen. De moeder van alle popfestivals in ons land. Het Woodstock van de Lage Landen. De politie kon wel raden dat er daar gebloot zou worden. En besloot na overleg met de burgemeester tot iets nieuws. Er zou niet ingegrepen worden, maar alleen geobserveerd. Gewoon om eens te zien hoe het nou eigenlijk toeging bij die hippies. Go ask Alice, I think she'll know. Vreemd over dat er in het openbaar gezegd wordt, nou, de Libanon kost zoveel en de Nepal kost zoveel. Nou, zit hij op slot natuurlijk. Ik heb er dan zitten peuteren net, meneer De Moor. Kun je even houden? Ja. Zo moet je. Ja. En dit was voor de ambtenaar heel eenvoudig, want men maakte deze koffer open en de pakjes hasjes lagen er open en bloot in. 30 kilo. 30 kilo. Rekent u nog eens even uit. 5 maal 30.000 gram is 150.000 gulden. Alsjeblieft. Kijk, de allereerste grote vangst, was in de Noorderstraat, was 34 kilo has, Nepalhas. 34 kilo. Daarvoor hadden we nood. Ja, een kilo, anderhalve kilo, maar toen in één keer 34 kilo. En wat dacht u toen? Nou, een wegtrekker. Ja, een wegtrekker. De commissaris kwam van huis en die sjouwde persoonlijk de koffer huisjes naar beneden. Ja, 34 kilo. En het was in de tijd, want dat is er ook nog een lakoniek verhaaltje, was het, nou jongens, een kilo huisjes, de commissaris geeft een borreltje. Maar toen kwam ik met 34 kilo binnen en zei, ja, nou schaak hem uit. Want het werd te duur. 34 kilo en niet eens meer een neutje. Er werd steeds meer gevangen, maar steeds minder gevierd. Want er viel eenvoudig niet meer tegen op te rechercheren. Rond 1970 begon het daardoor ook onder agenten door te dringen dat het anders moest met het vervolgingsbeleid. En misschien kun je die ommekeer zelfs wel precies dateren. Op 26 tot en met 28 juni 1970. Het festival van Kralingen. De moeder van alle popfestivals in ons land. Het Woodstock van de Lage Landen. De politie kon wel raden dat er daar gebloot zou worden. En besloot na overleg met de burgemeester tot iets nieuws. Er zou niet ingegrepen worden, maar alleen geobserveerd. Gewoon om eens te zien hoe het nou eigenlijk toeging bij die hippies. Go ask Alice, I think she'll know. In logic and proportion have fallen sloppy dead. Ik was hier aan het werk. Want ik werkte toen bij de politie als jonge inspecteur. En ik was dus met een club, ik dacht van 12 man. Wat we nu zouden zeggen, undercover, dus in burger. Wij liepen er hier rond als Alice in Wonderland. Zo van, wat is dit? Dit hadden we nog nooit meegemaakt. En zul je zeggen, wat dan? Nou, niet alleen zoveel mensen, maar ook de uitdossing. Hè, de, toch alles bij elkaar, allemaal de hippies uit Nederland. En dan natuurlijk het gebruik van drugs, wat wij dus van dichtbij nog nooit hadden gezien.
uitgenomen. Ja. Nooit, niemand heeft dat gevonden? Nou, ik vertel het je nu. Nee, waarom zou het gevonden zijn? Ik bedoel, hoeveel mensen hebben niet een proefje wiet onder hun billetjes? Maar, ja. Hoeveel aanhoudingen zijn er geweest in 1963? Ik heb het getal niet precies in mijn hoofd zitten, maar ik schat dit liggende tussen de 30 en de 40. Ja. En dat is, gezien het een feit dat het dus een sluikhandel is, toch bevredigend. Ik heb zes weken in het huis van bewaring gezeten, want ik was met een meisje en ze draaide haar tasje om en daar zaten 0,16 gram marihuana-resten in. Want we hadden voor die tijd een stukje gerookt. Hoe groot is het aantal gebruikers ongeveer hier in Amsterdam, denkt u? Wel, adjudant, u schat dat op enige honderden. Enige honderden. Dit is een moeilijk te bepalen getal, omdat wij nooit voor de feiten, maar altijd achter de feiten aanlopen. En er zijn er natuurlijk een aantal gebruikers die wij niet kennen. Ik vertel het verhaal van de Cotton Club op de Nieuwmarkt. En dat was een samenkomst, een kroeg van Surinaamse jongens. En wij hoorden al gauw dat daar gehandeld werd in marihuana. Nou, dus dat wordt eens een keer bekijken en nog eens een keer bekijken. Nou, op een gegeven moment komt er een jongen uit en zegt, nou, dit maar eens even kijken wat die, of hij wat bij zich heeft. Nou, even van de kroeg af laten lopen, op afstand gepakt, 12 marihuana sigaretten. Nou, daar moet je tegenwoordig over praten, zeg, dan lachen ze je uit. Nou, naar het bureau, officier van justitie gebeld, voorgeleid, voor de rechtbank, 12 maanden lik. 12 maanden voor 12 sigaretten. Een maand voor een sigaretje. Wij hebben heel weekenden op straat gelegen, onderzoeken, kijken, observeren, voor 25 kilo hashish. Nou, als je dat in deze tijd zegt, ja, dan zeg je, je bent stapel gek. En dan werd er dus wat gerookt en dan werd er even later de politie opgebeld en gezegd van in dat huis, daar is marihuana. En dan zorgden we natuurlijk dat er niks meer was, maar dan werd er wel wat astma-check of wat kattenbrood in folie hier of daar verstopt onder een divan. Nou, en dan een paar minuutjes later, ring ring, politie aan de deur. Binnen trokken revolvers, herinner ik me. Grote zaklantaarns. Nou, wij zaten daar dan wat zweverig te kijken. En dan tot ze op een gegeven moment hadden van, hey, we hebben het gevonden. En dan, dan kreeg je dus punten. Er was ook een kaart van de stad waar dan 2 of 3 of 4 huizen op getekend stonden. En dan kreeg je punten en dan een soort ganzenborden met de politie. Een beetje dolle met de dienders. Ergens midden jaren 60 in de sfeer van Robert Jasper Grootveld en Bart Hugus, die u net al hoorde noemen. Kortom, van Provo. Een ludiek.